Het samenleven zegt het woord. Het woord samen is toch met z'n allen? Of is dat verkeerd dan? Of mensen die er graag mee willen doen. Dat is het vaak. Het woordje meedoen is al belangrijk. Vaak is het ook. Dames en heren, welkom. Ladies and gentlemen, buonasera. Hartelijk welkom. Dit is Circ Us. En Circ Us betekent onze cirkel. Circ ons. En cirkels zijn altijd heel belangrijk geweest voor de mensheid. Als je kan herinneren, helemaal aan het begin, toen wij waren naakte apen eigenlijk. En er waren veel andere beesten, er waren sneller, sterker, gevaarlijker dan wij. Betere jagers ook. Maar wij hadden niets. Wij konden met elkaar communiceren. Wij konden in een cirkel zitten rond het vuur en elkaars ervaringen en dromen en gedachten en ideeën uitwisselen. En dat is de reden waarom we zijn nog hier vandaag. En hier, deze cirkel, met de artiesten hier en jullie daar, we gaan weer van verhalen vertellen, gedachten, ervaringen, dromen delen. Dames en heren, de grote circusorkesten, al die artiesten, actie! Thank you.
was born on 7 September, Brazil's Independence Day. My father, being very patriotic, wanted to name me Independencia. But the woman at the registration office knew my family and stopped him from doing that. So my name became Susanna. It means rose, symbol of desire. The first time I decided to run away from home was when I was 4. For some reason, my father was angry and we argued a lot. I thought, nobody treats me right here in this house. I packed my belongings and was ready to leave and never come back. Where was I going? No idea. The whole family wished me luck. They said, bye, and walked me to the door. Standing there at the threshold, I got scared and said, I'll leave tomorrow. Now it's dark. Everybody laughed. I repeated this action a couple more times, and it became a kind of a running family joke. This really made me mad, because I felt powerless, dependent, and disappointed with myself. The fact they all thought it was funny, well, that made it even worse. Now I feel like it's happening again. I feel like it's time to go, but I haven't packed my bags or bought my ticket yet. I'll leave tomorrow. Now it's still too dark. I used to have more balls. I was ready for life and its changes, but now I'm feeling castrated. I feel like 2 people. One Susanna is ready to pack up, go out the door, ready for new adventure. The other holds back and wants to hang in the comfort zone. I feel like I'm walking in circles. But walking in circles is completing cycles. So in the next cycle, I want all Susannas working together to be myself. Zij zingt. Rosanne, ik weet dat je nog een mooie zijn. Dat je elke keer weer een ander bij mij moet zijn. Want jouw liefde, waarmee jij mij soms verblijft, wil ik liever, 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 liever voor altijd. Waar vind ik mij dan? Dat kan ook. Dit is Job, als hij loopt. Dans.
20 years, I wouldn't be here with you tonight. And in case you're wondering, this is not a box of chocolate. This is the box I was put into as soon as I was born. I can still recall how it feels to be myself, cheeky and playful, flippant and curious. I'm 4 years old, and I'm holding a plate of pancakes, and I say, "Granddad, have some, otherwise I'm gonna throw them on your head." I was very curious and patient as well. I'm sitting next to a hen in the backyard, and I'm wondering which one comes first. Is it the chicken or the egg? Or the egg and the chicken? I still don't know, but there is one thing I know. You can't make an omelette without breaking a chicken. Next to these nice memories, this box is also full of... Behave yourself! Behave yourself! Can you understand me? What will others think? Look at you! You're so freaking ugly! You look like a boy and your skin is disgusting! Girls don't curse! Can you hear me? I'm gonna wash your mouth out with soap! Because of you! It's all your fault! She isn't that smart, is she? This was the scariest and darkest place to be. I just wanted to get out of this box. So to suit myself, I drew wildly running horses and floating fairies on its sides, and I tried to dance. But I didn't have much space to move and shake in this box. And anyways, I was just too afraid that someone might be watching. Then, I found a hole, here. I thought, I'll go away. I learn English, and I learn to dance like nobody's watching. Let's do a small experiment. I would like you to close your eyes, please, and only open them when I tell you to open them. You promise? It's okay. I forgive you. And all the others whose eyes are still closed, you can open them now. Before I left for England, my granddad asked me, "Why? Why do you have to go so far away?" Well, what better place to learn English than England, I said. But deep inside, I know I was running for my life. I just wanted to leave this box behind. Let's see what was inside this box. Panic. Sadness. More sadness. And worry, hopelessness, more hopelessness, anger, more sadness, and fear, and loneliness, anxiety. This is enough, enough. Now, I'm going to replace this box for this box. This bigger black box of this theater, where I can be myself. Music. Thank you.
ik hem mogen open doen? Mensen, hallo? Kan ik hem mogen open doen? Mag het? Ja! Oké. Hé! Wauw. Aardige mensen allemaal. Hé, hey, een box. Papierstipjes. Oké. Sadness. Are we in the world sadness? No, eh? No. Okay. Anger. Are we anger in the world? No, eh? No. I don't hear it. Worry. Are we worrying in the world? No, eh? Okay. Never mind. This is my box. Mensen, we moeten aardig voor elkaar zijn. Kijk in de spiegel. Wie ben je? Wat ben je? Hoe ben je? En waar ben je? Ik ben een man. En ik ben Ali. En ik ben aardig. En ik sta hier. Zonder liefde. Is gaan leven. Omdat niemand is geboren uit. Omdat niemand. Laat ik zo zeggen. Omdat we allemaal geboren zijn uit liefde. En. Niemand is geboren uit haat. Ja. Denk erover na. Weer ik met Suzanne? Je stem, hè?
stem was mij net zo vertrouwd als de lucht vertrouwd is met de haat van een blad. Mijn moeder slaapt, mijn zusje, broer lief en misschien alle mensen in de stad. De nacht in juni verstrijkt even langzaam als een klaagzang. Een zacht briesje veegt de slaap weg. De geur van vertrek hangt in de lucht. Vertrokken zijn naar dat kommetje water. Ik moet vanavond gaan. Ik, die sprak met de mensen van deze streek uit het raam die meest open stond. Ik heb niks gehoord dat de tijd substantie geeft. Geen enkel oog kijkt verliefd naar de aarde. Niemand werd betoverd door het zien van een tuintje. Niemand nam een krei op een boerderij, nog serieus. Mijn hart doet pijn. Simim barim eikariari. Darden bariaf sungariari. Ari. Pijn als ik uit het raam zie dat Huri, mijn volwassen buurmeisje, naast de meest zeldzame iep op aarde religieuze dogma's ziet te lezen, ja. Ach, er zijn ook van die prachtige momenten. Ik zag bijvoorbeeld een dichteres. Ze was zo weg van het kijken naar de ruimte dat de hemel eitjes ging leggen in haar ogen. En op een avond vroeg een man aan mij hoeveel uren nog tot de dageraad van de druif. Ik moet vanavond weg. Vanavond moet ik een koffer pakken waar het overhemd van mijn eenzaamheid in past. En dan gaan. En dan gaan in de richting waar ik de epische bomen kan zien. In de richting van een onbeschrijfelijke ruimte die mij onophoudelijk roept, ja. Simin barima pekariari. Dadel barima sungari. خواهی دگر از من.
Waar zijn de schoenen? Imagine you walk in the supermarket. You see the toilet paper, the peppers and the shower gel. Imagine the cereals and the olive oil. The chocolate and the jam jars. Imagine you forgot the toothpaste, so you have to walk back. And on the way back, you see the newest and cheapest vacuum cleaner. And you check in your wallet if you have your bonus card. Imagine how many points. And you look around and you see so many people, so many products and so many points. Imagine all the people buying all the world. Ooh. Imagine you walk further in the supermarket and you come to the fruit corner. You see the oranges, the pineapples, the mandarins, the apples and the cherries. You look at the cherries and there's one cherry looking at you. How can a cherry even look at you? Imagine the cherry wants to be your friend. The cherry is your friend. Imagine the cherry is a mother waiting for her children coming home for Christmas. Is your mom for sale? Imagine all the people buying Mother Earth. Ooh-hoo-hoo. I once walked in the streets. And I saw a poster, and maybe you also remember it. It said, "Who are you going to have for dinner tonight?" And imagine after a long day of shopping, you come home, you open the door, and there's your friend Felix. You say, "Hello, Felix." And Felix says, "Meow." Felix, your friend, your cat and pet. And imagine, you take off your shoes. Wait, was that a cow some months ago? And you go to the living room. You remember your day. Delicious lunch. But that was not a friend. That was a chicken. Imagine you sit down in your favorite chair and you drink a glass of milk. Would you drink your mother's milk? As a grown-up? Independent? Yeah, baby! Imagine all the people drinking stranger's milk. Ooh-hoo. Stranger's milk. Friend's milk. I have so many friends. I have too many friends, too many people, and all that I need, I'll never be there for. I have so many friends that are eating my friends. And I should not become crazy here. Are you stupid? Are you silly? I'm silly, you're silly, we're all silly. Ihr seid doch bescheuert, der Monster! What do you eat? And what do you eat? What do you eat? No bushes, open bushes, righteous, open tightest corner, only ever born. Bietjes op met knietjes, rijtjes op met tijtjes, en op mijn hoofd een handje van de veer. Joehoe! Dat is toch een lekker juist, een worstje en een karbonade. Laat het kind maar, is ook nog maar net was uit een laars. Nee, joh, karbonaadje of aardappeltjes en spekjes lekker braaien in de pan. En met de kerstmis had ik het adres voor een kalkoen. Wat het oud! Ik moet me niet. Oké, nou
mensen hier dan zonder mij, maar dat is echt niet gezellig hoor. Laat het af! Where there is no boundary, I will create one, because I want and now own that. Where there is no expectation, I will create space for a vision other than another, myself. Where there is no friction, I will create a path that sets me in motion to feel I am, continuously trying to go nowhere else but fear. Where there is no peace, I will be sound, receiving the gift of now, allowing the waves to reach the shore to tell me about the bottom of the ocean. Black out, reflecting the sky when the moon is sunny and the bullets don't bleed, and we as a whole, full stop, being victims to the weapon of our own mind here. We are all foreigners. Lekker. Zoals van tomaat. Uitgezicht. Denk je dat? Ja, ik proef ook. Ik proef tomaat. Peterselie. Erwen. Zout. En weet je wat ik ook zo? Het bijzondere van deze broodje smaakt.
Het is de eerste keer in mijn leven dat ik zo'n brood maak. Hij smaakt ook naar kaas, wat ik normaal gesproken niet. Ja. Weet je, iets leuks vertellen? Hmm? Wist je toevallig dat het licht door de maag gaat? Hmm. Ja. Ik ga duiden wat er heeft, het broodje neer liggen. Ja. Heb je de broodrommel neer liggen? Ja. Het gaat namelijk zo. Als je je maag vol hebt gegeten, dan begin je maag te werken. Op een gegeven moment begin je al de energie naar alle lichaamsdelen, naar alle zintuigen over te slaan. Het begint direct naar je benen. Dus de energie gaat over naar benen. En daarmee begin je benen al bewegen en begin je te lopen. Maar tegelijkertijd slaat de energie ook over naar je armen. En tegelijkertijd zwaai je ook naar je geliefde en zij zwaait ook terug. Je hebt een grote glimlach. En je nadert haar en wanneer je haar genadert hebt, dan omhelst je vriendin. Je geliefde van je. Ze voelt zich zacht als je kus haar aan. En dan daarna slaat de energie ook over direct naar je ogen. En dan kun je zien hoe knap ze uitziet. Prachtig ziet ze uit, hè? Mooi man. Zie je het voor je? Ja. En dat tegelijkertijd slaat de energie over direct naar je oren. En daarmee kun je horen van afstand wat voor lieve woordzame tegen je zegt. Heerlijk om te horen. Hoor je het? Ja. Wauw. En dat tegelijkertijd slaat de energie over naar je neus. En daarmee kun je ruiken wat voor lekkere parfum ze op hebben. Heerlijk! Ruik je het? Ja. Ja. En dan tegelijkertijd slaat de energie ook over naar de mond en begint de mond op te bewegen. Kijk om je heen, je bent niet alleen. Er is één die op je wacht. Maar nu komt het alle moment van de spreuk waar ik mijn heel leven op gewacht heb. Ja. Ik buig me voorover. Ik raap mijn lip op haar lippen. Het voelt zo zacht als een kus aan. En het smaakt naar zotte kersen. Mm. Even terug naar de realiteit. Maar nu komt het. Ja? Ja, nu komt het. Dat is de hoofdprijs! Ja, de hoofdprijs! En weet je wat de hoofdprijs is? Is de hart! Dat is de hoofdprijs. Maar er is ook een kant van een andere feit. En dat is, als de hart niet bedoelt, dan heeft de andere zin daar ook geen zin meer. Ja. Maar als de hart de hoofdprijs is, is de hoofd dan de hartprijs? Want voor mij is liefde gewoon een lege auto. Pas als twee mensen verliefd zijn, stappen ze samen in de auto en willen ze naar paradijs. Hebben ze de sleutel, gaat in contact. Wow. Het is een prachtige lentedag. Ze rijden en dan doet ze de radio aan. Dream lover, come and rescue me. Take me up, take me up. En dan zit er een gat in de weg. En dan is ze links. En dan is ze rechts. En dan komt de onweer. Een rood stoplicht. Hé? En dan? Zij stapt uit de auto. You will samen naar paradijs, but you end up on lonely street.
Goedenavond, ik ben Carolien en ik ben 55. Ik was niet altijd Carolien. En ik was natuurlijk niet altijd 55. Toen ik geboren werd, gaf mijn moeder mij 2 hoerennamen. Ja, ik hoor al reacties uit het publiek. Nee, ik was er ook niet blij mee. Dus toen ik volwassen werd, heb ik mijn naam veranderd in Carolien. Want Carolien betekent vrije vrouw, geen slavin. En dat is wat ik ben. Vijftig jaar geleden, toen ik dus geboren werd, zag in Nederland het straatbeeld er heel anders uit. Want toen mijn moeder voor het eerst met mij in de babywagen naar buiten ging, heel benieuwd naar alle complimentjes van de mensen, toen zeiden de mensen: wat goed van u, mevrouw, dat u een bruin babytje geadopteerd heeft. Uit welk land komt ze? Ja, mijn moeder helemaal teleurgesteld natuurlijk. En ik? Oh, de leuke haren, dus zo voelt nou Kroes. Oh, nog even voelen hoor. Oh, wat leuk. Ja, nog even voelen. Wat een lekkere buintje. Nog even voelen. Ik was bang. Ik weet nog heel goed van mijn kleutertijd, toen mijn moeder me op een dag weer op de stoel trok op schoot en ze me overal knuffelde en aaide en voelde en ze hijgde zo raar en ze zuchtte zo eng. Wat? Tegenstribbelen tegen je moeder?
het leuk om geknuffeld te worden en jij niet? Nou, dan ben jij heel idioot, zeg. Achterlijk kind, foei. Maar ik wilde alleen maar weg van de ongewenste intimiteiten. En ik werd 6. En op een dag kwam ik uit school thuis en ik vroeg: moeder, wat is God? God? Wij geloven niet in God. Ja, Jansen op de hoek die altijd naar de kerk gaat, maar wij geloven niet in God. Maar toch, hè, toen ik 's middags het schoolplein opliep, bleef ik bij het muurtje staan en ik dacht, maar ik geloof wel in God. En later, als ik groot ben, ga ik stiekem naar de kerk. Mijn eerste daad van rebellie tegen mijn moeder. Maar ja, ik geloofde met mijn 6 jaar nu in God. Maar mijn moeders gedrag veranderde niet hoor. Het ging maar door, het ging maar door. En ook kon ik niks bij de goed doen. Ik was achterlijk, ik was idioot. Moest het op manier A en B. En nooit was het goed. Nooit kon ik aan haar wensen voldoen. En al die ongewenste intimiteiten. Dus toen ik op de middelbare school zat, in de klas, wist ik het heel zeker. Ik ga mezelf doodmaken. En ik weet hoe. Maar eerst nog seks en drugs en alcohol proberen. Maar ja, ik ben maagd. Dat doet het pijn, hè, de eerste keer. Dus dan kan ik beter eerst aan alcohol en drugs. Nee, dat is natuurlijk stom, Kazon. Je moet dat. Nee, dat gaat niet samen. Hoe moet ik dat dan? Waarom mogen christenen nooit zelfmoord plegen? Hoor ik de leraar zeggen. Christenen geloven, het leven is een cadeau van God. En iets wat je van God krijgt kapot maken is een zonde. Dan kom je niet in de hemel natuurlijk. Oh nee. Ik moet blijven leven. Wat erg. Ik zat echt te huilen in de klas. Maar ik werd 22. En ik ging op kamers wonen in het buitenland. Weg van mijn moeder. Weg van de ongewenste intimiteiten. Ja, dan zou ik allemaal leuke dingen gaan doen. En natuurlijk zou ik naar de kerk gaan. Zolang jij financieel afhankelijk bent van moeder, luister jij naar moeder en je doet wat ik zeg. Maar daar weet ik wel iets op. Iets om heel veel geld mee te verdienen. Ik laat me steriliseren en ik word hoer. My computer, seeing the world by listening to movies on the internet. And then I start to dream. I would love
to row across the sea in my own boat and sail as the sun shines. I want to ride a bike on street without a helmet and be like a sparrow sitting on the highest branch to sing my song in the golden afternoon sunlight. And finally, I want to make my dream come true of working with a camera to make my own movie. Als je kan, zoek me dan. Amjano, Amjano, Neyari, dar del bariya, samiyari, ari zaman bida, Neyari, divane ruyat, manam dari khabar az man, sarya. Imagine you are still in the supermarket. And you just met a friend and you talk about the last weekend. Jolene has a new woman. Kim is drinking again. And Leo is sure got scanned by the NSA. You follow your thoughts.
and you find yourself back in the fruit corner, in front of the cherries. And there's still this one cherry looking at you. And you look at the cherry. Suddenly you see the cherry is naked. And you ask yourself, why is the cherry allowed to be naked? I also want to be naked. I mean, being naked is natural. And I look to the other fruits. And what about the kiwi? And what about the orange? The kiwi wears a light jacket. So is the kiwi hiding something? And what about the orange? The orange wears a big pullover, so is it too cold here for the orange? And did you ever see the lychee? The lychee really doesn't want to be naked. The lychee has little spikes on the jacket. So is the lychee protecting something, or is it a lychee punk? And then you see the banana. What about the banana? Do we have to help the banana? Because the banana wears a really big winter coat. And then I see the blueberries and the cherries, and they are naked. Just imagine how beautiful to move without clothes. How beautiful to move without chains. Just imagine. You expected me to be naked? I was born naked. And I wanted to be naked, but they didn't let me. I once talked with a beautiful girl, and we sat down many nights. And in one night we said that we have everything, but what we wanted was nothing, to feel the fake that the world is playing with us. Beneath your clothes, you're naked too. Mix to hide, what do you do? We are born naked anyway. Throw your clothes, your schmink away. Oh,
geen zorgen. Wij hebben liefdestherapie. Hey Ali. Ja? Jij hebt liefdesverdriet, hè? Ja, heb je goed in de gaten. En wist je ook een medicijn bestaat tegen liefdesverdriet? Oh ja, nee, dat wist ik niet. Ja. Kijk, als jij nu over de liefde gaat praten, gaat je verdriet vanzelf weg. Oh ja? Mm-hmm. Oh. Zo is het, ja. Wist ik ook. Nou, luister. Vertel ons hoe het was voor jou. Eerste keer hand in hand met haar langs het water. Hoe ging het? Het was heel mooi. Ik zie dat ze dat vergissen. Ik heb me nou goed bij haar begint. Ik heb me heel goed herinneren. Ze was mooi. Mm-hmm. Ze had prachtig uit. Grote gemelde ogen waren zo stralend. Wow. Als een lichte ster. Hey, Ali. Ja? Gaf je haar ook een kusje op haar wang? Ja. Ja? Voor de helzak dan. Ja, heel goed. Goed zo. Ali? Ja? Gaf je haar ook liefdesbrieven? Nou, niet direct, maar later. Ah. En bonbons? Dat wel. Ja, ik heb bonbons, ja. Ja, ik hou het zo van. Het waren hele bonbons. Ja, ik vind het zo lekker. Het waren ook heel dure bonbons. Ja, ja, die goeie, hè. Daar hou ik van. Hele dure, ja. Hele, Ali? Ja? Gaf je haar ook bloemen? Bloemen? Ja, bloemen. Ja, ik heb bloemen, ja. Ah, mooie roze kleuren. Zo, ja. Die roze roken echt zo mooi. Haar roken ook naar bloemen, hè, roze. Okay. Heerlijk. Ali? Ja? Had zij kort haar? Nee, ze had lang haar. Oh. Later had ze haar geknipt, volgens mij. Had ze van die gouden schoenen, een beetje kapot? Van, Ja, ze had gouden schoenen, want ze hadden hoge hakken. Ah. Goudkleurige hoge hakken had ze. Ja, goud, hè? Gouden schoenen. Ja. Het past een beetje bij haar alsof ze mee geboren is. Ja, tuurlijk, zo is het. Het was gewoon voor haar bestemd. Ja. En waren jullie ook goed bevriend met elkaar? Heel dik. Zo, hé. Hey Ali, ja? Dat gevoel weet je wel van verliefdheid. Ja? Dat je het overal in je lijf voelt, van top tot teen. Ja? En dat je niks meer kan eten, niks meer kan drinken. Dat je alleen maar aan hem denkt en in jouw geval aan haar. Ja, dat klopt. En dat je niet kan eten, niet drinken, alleen maar aan diegene denkt, weet je wel. Ja, klopt. Want ik kan niks anders denken aan haar dan af. Ja, het gevoel is heel raar, heel mooi. Ja, dat voel ik helemaal. Dat begrijp ik dus natuurlijk. Ja. Ik voel het zo goed, want ik ben zo verliefd op je, Ali. Zo. Doe normaal. Schoon. Wat zeg je nou? Je maakt ons belachelijk, Ali. Wat is dat? Ja, sorry, lieve meid. Jij bent mijn beste vriend. Hoe kan je nou verliefd op mijn beste vriend? Vriendin. Ja, daarom juist. Nee, kan niet. Ali. Nee, dat kan niet. Nee, jij zit onder ons verscheurd. Kom op. Nee, dat kan niet. Nee, ik ken mijn oren niet voor wat ik hoor. Mijn beste vrienden wordt vrienden, maar dat kan niet. Dat kan niet. Ali. Hoe kun je dat zoiets doen? Ik heb Nee, sorry. Dat kan ik niet doen. Nee, schat, ik kan niet doen. Je bent mijn beste vriendin. Ali. Ik ken niet vrienden van mijn beste vriendin. Want ik ben mijn hart al eerder gebroken en nu ga je mijn hart opbreken. Ik ga niet je hart breken. En ik wil je hart ook niet breken. Nee, tuurlijk wel. Tuurlijk wel. Kijk wat je aan het doen bent. Is dat logisch? Je bent mijn beste vriendin. Hoe kun je dat zoiets mij aandoen? Van jou had ik echt niet verwacht hoor. Gaan we zo? Nee, jij begint zo. Jij moet mijn hart niet breken. Doe je het ook zo. Je bent mijn beste vriendin. Hoe kun jij nou vriend worden op je beste vriend? Ali, luister goed. Nee, jij moet luisteren goed. Luister goed. Jij bent mijn beste vriendin. Ik wil niet dat ons hart gebroken wordt. Ik heb wel eerder mijn hart gebroken geweest. Jij hebt een lesje te leren. Ik ga nu weg en kom ik nooit meer. Je hoeft niet weg. Je mag gewoon blijven. Maar je bent mijn beste vriend. Vergaat dat nou. Drink niet die sms'jes, Ali. Geen telefoontjes. En WhatsApp helemaal niet. Blijf gewoon lekker hier piepen, Ali. Dat is het. Doei. Maar ik hou van jou.
The night Nelson Mandela died, I was in my house, in the kitchen, making a sandwich. I had just come inside from the balcony and I had closed the door. As I'm making the sandwich, the door suddenly crashes open and I'm seeing orbs of light floating around in my house. And then these words come to me. As if Nelson Mandela's death gave birth to knowledge that was free again for anyone to pick upon. As if I was tuned into this signal. As if these words were not my own. These words. Our whole lives, we are taught to take from the outside, to put inside, to try and make us feel whole. Instead of giving from the inside to the outside to make us whole. What a strange situation. Thank you.
with a heart within me, yeah. What a strange situation we find ourselves in. Droom zo graag over fijne dromen, maar de nare dromen leg ik opzij. Dan denk ik me, nou, dat komt later wel weer een andere plek waar ik mijn verhaal kan doen. Toch? So fill on your heart.
tijd dat dit soort dingen kan doen. Dat is de droom. Dat wil ik graag. Dames en heren, waarom zoveel zorgen? In een land ver weg was het wel te gek. Er liepen mensen met de beste wensen. Ze liepen rond en keken niet om. Ik liep op straat, zag een bedelaar. Ik vroeg, kan ik af, zeg, help me maar. Liep toen verder, zag een herder en vroeg, bied, waarom hebben wij zoveel zorgen? Ze zag mensen hier, mensen daar en iedereen die had een vraag. Een vraag. Wie? Waarom hebben wij zoveel zorgen? Waarom hebben wij zoveel zorgen? Ik stond toen op en zei nu stop. We moeten zorgen voor de dag van morgen. We moeten zorgen voor de dag van morgen. Zorg voor de kinderen. Die soms wel hinderen. Zorg voor de mama's, zorg voor de papa's. Zorg voor de buren die ook wel gluren. Zorg hier, zorg daar. Zeg nu stop. Stop. Stel geen vraag, zeg nu stop. Doe dat maar. Daarom moeten we samen zorgen. Thank you.
light in the public place so I can see these beautiful people? On second thoughts. No, really, seriously. No, you look fine. Really. Gorgeous. Okay, fucking microphone. Right, okay, here we go. Mic's good. Right, yeah. You thought that was the end, didn't you? All these people on stage, group number. You were like, we made it to the end of the show. But there's just a little bit more, and the rest of the show is great, so don't worry about a thing. Who came here expecting a circus? We actually have some real circus as well. Something to look forward to at the end of the show. Right, I'll stop just waffling on and actually do my bit. I'm going to sing a song for you, but I'm going to tell you a short introduction to the song first. So, it's about a woman. It's always about a woman, isn't it? It always comes back to that. So about 6-7 years ago, I started a relationship with a woman, lady, girl. And at the beginning, as is often the case, it was great. It was fantastic. It was exciting. It was new. It was fresh. And it was very, very unpredictable. She was very, very German. Sorry, unpredictable. And it was fun. It was nice. But, you know, I could never tell how things were going or why they were going well or badly. And it seemed to me that the difference between things going fantastically well and being completely shit, excuse my French for the little kiddies over there, was tiny, a tiny fraction between things going really well and really badly. So I wrote a song about that, and it was called Fractional. And I'm not going to do that song for you tonight. Because, meanwhile, flash forward 5-6 years, long relationship, not a very pleasant breakup. Don't patronize me. And so, after this difficult relationship and breakup, I realized, actually, the difference between extreme opposites is not tiny. It's not like that at all. Actually, extreme opposites exist at the same time. And this girl, lady, woman, friend, demonstrated that almost every day, how absolutely opposite things coexisted at the same time, and it's very confusing. But, you know, I'm not angry, I'm not bitter, I'm over it, and I wrote a song about it, and I programmed a beat on my telephone to accompany this song. So let's see if that works. Excitement's killing you, isn't it? I can tell, I can feel a palpable excitement coming from the public. All right, here we go. Bear with me. And... show tonight. Can I put the new strings on this ukulele? Will they be all right for tonight? He's like, yeah, sure, no problem. And they keep stretching and it keeps going out of tune. So just give me 1 second. See that? Look at my fantastic horn section. Aren't they gorgeous? All right, let's try this. Stops the things that I begin.
She'll complain that she doesn't mind. She's stupid and she's smart. Feels with her head, she thinks with her heart. She's loud when she's quiet. She's a carnival, she's a bloody riot. She's white when she's black. And she's the lone wolf in the pack. She's sorry, has no regrets. The parts she dislikes, she forgets. She's vicious, she's sweet. The nicest girl you should never meet. She's honest in every lie. She makes an effort not to try. She's honest in every lie. She makes an effort not to try. She's gentle, she's tough. She never knows she's had enough. She's far away, she's near, the one that makes me them fear. She's hot but she's cold, she listens what she was told. She's far but she's near, the one that makes me them fear. She's generous, she's mean, she's grotesque and she's obscene. She loves and she hates, takes her time but never waits. Moving but she's still, sick but never ill. Twisted but she's straight, on time but always late. She's dark, I guess she's doing strong. Just gone cause we don't get along. She's beautiful and she's grotesque. She's the worst and she's the best. She's beautiful, she's grotesque. She's the worst and she's the best. She's the worst and she's the best. She's the worst and she's the best. She's the worst, she's the best. She's the worst and she's the best. She's the worst, she's the best. She's the worst and she's the best. Dames en heren, Caroline, vrije vrouw, geen slavin. De voorspellingen zijn niet uitgekomen. Op de lagere school zijn we altijd het slechtste. En in de balletschool altijd op de achterste rij in het zwembad. Ik wil je niet iets vertellen. Maar nu, hier. Op de trapeze, kijk. En zij gaat vragen van het publiek antwoorden. En ik hoor de eerste vraag is: hoe ging het verder met jouw carrière als vrije vrouw? Nou, allereerst, ik ben geen hoer geworden. Maar ik wilde immers iets anders altijd graag. Ik ben christen geworden. Ja, ik hoor al mensen van, oh, en dan is het happy end en zo. Oh, niks. Mijn moeder viel me lastig, nog steeds. Een leraar op school, op het werk en ik maar niks zeggen. En toen ik het eindelijk durfde te zeggen, moest ik naar de psychiater, want ik was gek. Mevrouw, het zijn altijd mannen die lastig vallen. Heeft u last van uw moeder? Nou, dan heeft u veel te grote fantasie, ziekelijke fantasie. Dat is borderline, schizofrenie en paranoia. Oh, u bent christen, zegt u. U praat met God. Dan heeft u ook nog godsdienstwaanzin. Zo ging het. Dit is mijn echte levensverhaal, hoor. Ja, en ben je ondergebukt door al dit? Wat dacht je? Natuurlijk ging ik er ondergebukt. Maar gelukkig, doordat ik christen was, niet helemaal... wat erg. Het was meer toch zo. Want ik dacht, God zou me toch wel antwoord geven. Ze vroeg om kracht en ze kreeg... moeilijkheden om me sterk te maken. En ze vroeg om wijsheid. Ze kreeg problemen om op te lossen. En ze vroeg voor voorspoed. Maar ze kreeg verstand en spierkracht om te werken. En ze vroeg voor moed. Maar ik kreeg gevaren overwinnen. En ze vroeg voor gunsten. En ik kreeg kansen. Ja. Dus eigenlijk gaf God me niets van wat ik had gevraagd. Maar hij gaf me alles wat ik nodig had. Mijn gebed is verhoord. Hè? Wat heb je gedaan?
Nou, ik ben eerst begonnen met natuurlijk mijn naam veranderen, dat wist u al. Ja. En ik heb cursussen gevolgd. Assertiviteit, zelfverdediging voor vrouwen. En ik ben gaan studeren aan de universiteit. Mijn moeder zegt wel dat ik idioot ben, maar niks hoor. Ik heb ondertussen 2 beroepen waarmee ik in mijn eigen vrije tijd in mijn eigen huis kan werken wanneer ik dat wil. Omdat zij is vrije vrouw, geen slavin. En nu, op je 55. En nu? Nu doe ik aan street dance, hip-hop. Ik heb 12 jaar schoonspringen gedaan en ik heb ook een gouden medaille, hoor. Wat dacht je, ik de slechtste in sport? And now she's running away with the circus! Pas op met ze, weg. Where do you have to go? I don't know. Where do you want to go? I want to go to a place where nobody knows my name. Can I come with you? Of course you can, Susanna. You're always with me. But I'm Marie. Okay, Susanna. Let's go. Hold on, Sue. Ja! One more time. Turn again. And again, come on, we can do it 100 times. Come on. Yeah! Nee. One more time, come on. Beautiful. Thank you. Great, too. Oh, you are so beautiful. Myself. Thank you. Thanks, Sue. I live alone, but I'm here. If you need help, just call me. Hold very strongly. Forget
This strength is with you, very close to you. Now, very close to you. Ha! Yes! If something happens, I'm here, okay? Enjoy, look around. Thank you. And go! Susanna. But I'm Marie. Yeah, go up again, Susanna, and do the other one. Very, very tiny. And at once, please, today you do it at once. Very tiny. Sink in. Fall. Danke well. Two. Don't miss the focus, otherwise you get lost. Keep on looking, keep on looking. Thank you. Enjoy. Enjoy. Don't be worried. And grab. And enjoy the way back. Enjoy. Too soon. You know, life sometimes gets so twisted and I get so lost. And I don't know anymore what is when I'm coming, when I'm going, what is down, what is up. I get completely. This is up. Thank you, Sue. Thank you. Voilà. Beautiful. Now, slowly. Look how Suzanne is beautiful. I think I can go on now alone. I mean, stay there. You never know what can happen. I'll try this alone, okay? Okay. Ready? Ready. This was great. We can work together. Sure we can, Susanna. Let's go.
Leiden. Ja!